ben het meeste trots op dat ik een connectie kan leggen met een ieder eigenlijk. Dat heeft niks te maken met achtergrond, leeftijd, ras. Ik ben Orlando Marcus, 30 jaar, eigenaar van McDade in Rotterdam. Wat maakt mij een Rotterdamse ondernemer? Ten eerste, ik ben hier geboren. Mijn eerste onderneming is ook hier begonnen. Rotterdam betekent heel veel voor mij. De jongensdroom voor mij is eigenlijk is begonnen als toen ik klein was. Ik verkocht eerst mijn Gameboy spelletjes via, was nog zo'n krant. Later mijn producten op Marktplaats. En toen vanuit mijn studentenkamer verkocht ik dus Apple producten. En dat ging een tijdje goed. Zo goed zelfs dat de loop naar mijn studentenkamer buitengewoon was. Dat ik dacht van ja, misschien lijkt het wel een goed idee om een winkel te gaan beginnen. En dat is ook gebeurd. Nu is mijn jongensdroom eigenlijk om die community uit te breiden. En dat het niet alleen per se gaat om het product, maar dat we misschien ook diensten en service kunnen gaan aanbieden. En het hoeft niet eigenlijk meer per se Apple gerelateerd te zijn, maar echt de behoeften van onze community kunnen beantwoorden. Nou ja, allereerst goed luisteren. Veel kansen komen ook gewoon je kant op als je in gesprek gaat met klanten. Vragen van waarom komen ze überhaupt naar deze winkel, wat maakt het zo bijzonder in hun ogen. En dan hoor je verschillende verhalen, gunfactor, service, tijd hebben voor een gesprek. En uit die elementen konden we oppakken van dat er ook behoefte is voor bepaalde onderwerpen, zoals workshops. Workshop voor 55-plussers, die heel veel vragen hebben over hun Apple-product, maar niet hun zoon of dochter willen lastigvallen, of als niet weer hun zoon of dochter willen lastigvallen, maar dan zoeken naar een bedrijf die dan wel die vragen kunnen beantwoorden. En zo zijn dus ook de workshops voor McDade Rotterdam ontstaan. Nou, zo zijn ook tigtal andere ideeën ontstaan door middel van klanten zelf. We hebben natuurlijk een format, we hebben een idee, maar het is eigenlijk continu sparren met klanten die zeggen van nou weet je, ik heb hier eigenlijk wel behoefte aan, maar niemand doet dat, gek hè. Nou, dan gaat dat knopje bij mij wel aan om te kijken van hey, kunnen we dat realiseren. Ik raak geïnspireerd door de binnenstad allereerst, omdat hoe Rotterdam er nu uitziet zoveel jaar geleden niet bestond. Ik raak geïnspireerd door de Rotterdamse haven. Het is toch wel een grote bron van inkomsten voor Nederland zelf. En dat gebeurt allemaal gewoon hier achter ons. Het Kralingse Bos vind ik ook wel fijn, een plek van rust om te wandelen, om even te herzien, te herpakken. Nou, er zijn verschillende plekken eigenlijk. Water doet het bij mij altijd heel goed. Er zit altijd flow in, is altijd in beweging. Maar de stad en onder mensen zijn, dat doet mij ook altijd goed. En vandaar dat we ooit zijn begonnen op de Oude Binnenweg. Ik ben het meeste trots op dat ik een connectie kan leggen met een ieder eigenlijk. Dat heeft niks te maken met achtergrond, leeftijd, ras. Maar gewoon als men bereid is om te praten en we in gesprek komen, dat we bereid zijn van elkaar te leren. En dat was voor mij eerst omschakelen. Want een gesprek beginnen betekent ook openstellen. En jezelf zijn en authentiek zijn. En dat is eigenlijk mijn bron van inspiratie, dat ik dat in mensen kan zien, kan aanwakkeren, maar zij ook bij mij. En dan komen de mooiste gesprekken tot stand, wat ooit begon als een verkoopgesprek, is geëindigd tot een heel ander gesprek. Als je praat over een droom, dat betekent ook dat die droom jou gegeven is. Dus jij bent daar ook eigenaar van. En omdat jij eigenaar bent van die droom, zou je hem ook moeten beschermen. En een droom najagen betekent dus ook dat je bepaalde offeringen moet brengen of moet nalaten om iets niet te doen. Ga ervoor, omdat het jouw ding is. En omdat het jouw ding is, werk er ook harder voor dan iemand anders dat voor jou zou doen. Dat is eigenlijk wat ik zou willen meegeven. Als het jouw droom is, dan moet je er volledig voor gaan.